Ja, Dragon Ball Z. Hoe lang bestaat die serie al? 30 jaar of zo? En ja, het kwam vroeger op tv. Ik heb het echt pakken veel gekeken. En ik heb een aantal games van gespeeld. De laatste jaren eigenlijk niet meer. Maar ja, er is weer een nieuwe game uit. Dragon Ball Fighter Z, dacht iedereen. Maar het is Dragon Ball Fighters gewoon. Daar hebben ze een tweetje voor uitgestuurd. Precies. Hè? Ja, het was echt al 2 jaar onbekend. Ja, Dragon Ball Fighters. Jij hebt hem gespeeld. En volgens mij vond je het best wel vet. Ja. Vertel, ja, we beginnen bij story mode. De meeste fighters hebben een story mode die best wel kut is. Maar hoe is dat bij deze game? Ja, ja, laat ik vooropstellen dat Dragon Ball Fighters is eindelijk weer een normale vechtgame van Dragon Ball. De Xenoverse vond ik allemaal niet zo leuk en Raging Blast en zo. Het allervetste vond ik vroeger Budokai en Tenkaichi. Dat was echt tegen elkaar lekker knokken. En het is weer terug. En het heeft een beetje een Street Fighter-achtige stijl gekregen ook. Ja. Qua vechten. Ja, het is 2D. Ja, het is inderdaad 2D. En daar ben ik ook heel blij mee. Want die gecompliceerde vliegen met Xenoverse ja, is allemaal niet ook, nodig. Dat vond ik ook nooit werken. En daarom vond ik... Ja, ik heb vroeger echt een Dragon Ball game gespeeld die dus ook 2D was. Dus echt een hele oude fighting game, maar die vond ik echt het vet. Ja, en dus bij deze ook. En dat is een van de grote veranderingen. En een andere grote verandering is dat het verhaal daadwerkelijk een eindelijk anders is. Normaal is het, eigenlijk beginnen ze met de gebeurtenissen van Dragon Ball Z en dan eindigen ze dan met de laatste aflevering. En zo gaat bijna elk verhaal in elke game, soms met een kleine twist. Maar bij de story mode van Dragon Ball Fighters is het allemaal... Daarna, ook wat er na Super is gebeurd, nou de laatste serie. Er is een kleine recap, niet te veel spoilen, maar er zijn overal eens klonen verschenen van alle bekende vechters. Dus een kloon van Piccolo, Goku, iedereen. Ja. En die hebben de hele aarde naar de Malle Moer geholpen. Er blijken in één keer vijanden te leven die eigenlijk dood waren in de serie en zo. Oh, nice. Dus er zit echt super veel intrige en allemaal vragen in. En naarmate je de story mode voor dit, is het ook echt gewoon een heel vermakelijk verhaal. Oh, dat is wel echt heel bijzonder van de fighting game, want ja, dat heb je namelijk nooit. Het is echt zo van, oh, let's have a fight because we are enemies and ja, let's fight. Ja, precies. En, ja. Ja, en het vette en wat misschien nog het leukste is dat, zoals ik het noemde, deze game het doet een Deadpooltje en dat is de wall verbreken. Ze praten echt naar je. Echt? Ja, je bent zeg maar, ze zijn hun krachten kwijt door iets. En jij bent een soul-achtige creatie, je hebt geen afbeelding, je bent eigenlijk een soort van ja, entiteit als een god eigenlijk. Ja, en je zit in een lichaam om hun te besturen, want zijn hun krachten kwijt en jij bent de zorg dat hun krachten aanwakkeren. Oh, dus ze praten ook daadwerkelijk tegen je, ze kijken ook gewoon het scherm in en zeggen ze van ja, jij moet ervoor zorgen dat Goku beter gaat vechten omdat hij zijn krachten kwijt is. En dan vond ik dat zo vet dat ze echt zoiets deden zoals ja, bij zo'n Deadpool film was dat ook zo, naar het publiek praten. Ik vond het zo apart, maar... Ik weet niet, je voelt je dan toch wat meer verbonden met het verhaal. En het verhaal is nog best lang ook. Ik heb er nog een aantal uur in zitten. En volgens de counter zit ik nou op 40% of zo. Dus, dus het valt niet tegen. En, nee, dat is wel fijn. Tot nu toe, ik heb hem dus nog niet helemaal uitgemaakt, maar tot nu toe wat het verhaal mij heeft laten zien, is eindelijk wat anders. En daar was ik echt aan toe. En hetzelfde geldt voor de gameplay ook. Ja, want hoe zitten de mechanics in elkaar? Want de vorige Dragon Ball games waren inderdaad gewoon rondvliegen in 3D en moeilijke controls. Maar ja, een 2D fighter heeft gewoon veel makkelijkere mechanics in dat opzicht. Ja. En hoe is dat? Het is 3 tegen 3 en je kan on the fly wisselen. Dus tijdens een combo kan je in één keer L1 indrukken en dan gaat degene die je hebt gekozen weg en komt Vegeta aanvliegen en die slaat hem dan in elkaar. Over het algemeen is het een beetje het concept van easy to learn, hard to master. Je hebt het snel onder controle, je doet even de tutorials en het verhaal heeft ook een flinke tutorial. Misschien iets te lang als je het mij vraagt, want af en toe na 2 uur krijg je af en toe nog steeds een tutorial fight tussen. Ja, precies. Maar als je een beetje de tutorial hebt gehad, dan kan je al aardig uit de voeten. Maar het is niet shallow of zo, want het is wel mensen die echt heel goed zijn, die maak je echt helemaal kapot. Maakt niet uit hoe simpel de mechanics dat zijn. Dat is dus wel de pure kracht van een fighting game. Dat, weet je, elke fighting game kun je oppakken en... Mensen kunnen zelfs van je winnen die alleen maar een buttonbashje zijn, maar als je echt de techniek door hebt en alle mechanics goed hebt en de combo's, ja, dan ben je vaak fucking goed. Ja. En als dat goed in elkaar steekt. Want het zijn geen gekke 15 knoppen combo's van vroeger, maar het is gewoon een paar knoppen, je doet al best wel vette dingen. Ja, precies. Een pijltje naar boven tegelijkertijd met één en je doet al een Kamehameha en dat soort dingen. Het ziet er allemaal heel flashy uit als je al de beginselen kent. Ja. Maar ik met een online play tegen iemand die al blijkbaar heel goed was in fighters. Ik heb geen enkele kans gehad.
echt nul, weet je. En die bleef ook wisselen met de personen. Ja, voor je het wist, werd je al geslagen, dus 6 keer de andere personen zo. Dus... Maar zijn de characters wel een beetje gebalanceerd in dat opzicht? Ja, vind ik wel, ja. En ze hebben allemaal ook hun eigen voor- en nadelen. Je kan bijvoorbeeld met kruisje, kan je Ki Blast, dus gewoon een force ding met Goku, kan je dan van die kleine dingen afvuren. Piccolo daarentegen, die kan dat niet, maar die heeft wel meer range. Die strekt zijn arm uit, waar je hem een klap kan geven. Ja. En ze hebben allemaal een voor- en nadelen. Een Yamcha, die heeft weinig van die Kamehameha's, van die force dingen. Die is vooral heel veel van de fysieke aanvallen. En een Vegeta, die knalt iedereen overhoop met als een gekke... Met als een fucking rage shit. Precies. Ja. Dus het is wel heel afwisselend. En uiteindelijk ga je ook je favoriet vinden. Bij mij is dat die dikke roze ballon, die Majin Buu. Nice. Die heeft zo'n range attack dat helemaal nergens over gaat. Het is niet overpowered, maar ik vind hem fijn te gebruiken. Dat soort dingen. En uiteindelijk gaat iedereen een paar favorites krijgen. Ja, en hoe zit het verder met modi? Want je hebt een arcade mode. Ja, arcade mode. Die schijnt wel heel tof te zijn. Ja, je hebt in ieder geval local play, dus je kan gewoon ook met z'n tweetjes tegen elkaar online play. Je hebt de story mode, je hebt de arcade mode. En dat is een beetje vergelijkbaar met de Mortal Kombat Towers. Oh ja, ja. Dus dat je gevechten moet winnen en hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt. Ja, precies. En het wordt ook echt heel snel heel moeilijk. Het is wel echt pittig. Zit er nog een uniek element in of is het echt eigenlijk gewoon de Mortal Kombat Tower? De gradaties die je haalt. Je kan zeg maar dus rank S, A, B, C, hoe goed je was. En daar stemmen ze zeg maar de volgende ronde op af, want je hebt meerdere opties. Je begint zeg maar hier, dan heb je 2 opties. Doe je het goed, ga je naar boven. Doe je het slecht, ga je naar onder. Oh, en uiteindelijk de laatste gevecht, dus dan S is de bovenste gevecht. A. En dan heb je elke keer net een andere route, net wat andere vijanden die je tegenkomt. En er is ook een hard mode van en die slaat helemaal nergens op. Dus het is echt veel oefenen, maar het is wel rewarding. Want je merkt wel dat je dus langzaam beter in wordt, maar je moet wel echt veel uren insteken. Wil je echt die pro's worden die je helemaal... Ja, maar dat is met fighting games, in ieder geval met goede fighting games sowieso wel het geval. Maar ja, het fijn is als het speelbaar is, als het toegankelijk is voor het begin, zeg maar, is het al heel fijn. En ja, zo'n arcade mode, ofwel die tower van Mortal Kombat, vind ik zelf wel heel tof. Ja. Eén puntje gaf jij wel al eerder aan, de kans op microtransacties. Ja. Wat betekent dat? Dat betekent dat je kan door het gevechten te winnen, dan krijg je een Zenny. Dat is zeg maar het betaalmiddel. En met het betaalmiddel kan je... het is een soort lootbox, maar het is de Z-capsule van de serie. Die gooi je open en krijg je dan... Meestal is het een cosmetisch iets. Je hebt zo'n social hub met van die kleine poppetjes waar je in loopt. Ja. Dus dan kan je daar een verschillende kleurtjes van krijgen, andere poppetjes voor krijgen. Het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Maar er zitten ook premium coins in verborgen waar je nog niet voor kan betalen. Maar ik weet niet hoe je eraan komt. Tot op heden. Ik heb ze nog steeds niet verdiend of zo. Je hebt dan de zilveren Zenny en dan de gouden premium coins. En dat ruikt wel heel erg naar kans op microtransactions. Het zit er niet in. Ik hoop ook niet dat ze het gaan doen. Uiteindelijk als ze het doen, weet je, het is wel alleen cosmetics. Dus dat kan nog op de vingers. Maar in dat opzicht inderdaad, als het cosmetische, of cosmetische dingen zijn, is het niet zo heel erg. Maar... Nee, precies. Dus het ruikt er een beetje naar dat ze het kunnen doen. Ja. Maar ze hebben het nog niet gedaan, dus ik kan er verder niet op afvallen. Want over het algemeen is het gewoon echt een hele solide fighter. Voor de fans is het sowieso een no-brainer. Voor mensen die net willen beginnen met een fighter, is het ook wel een leuk om in te stappen. Want de controls zijn zo vloeiend en zo snel te onthouden, op te pakken dat je al wel een leuk gevecht kan houden. Je bent niet compleet kansloos als je hem net voor de eerste keer oppakt. Dus het zou voor een oude Dragon Ball fan zoals ik, zou het ook weer het zou, ja, een oude Dragon Ball fan zou het sowieso op moeten pakken. Het is lang afzien geweest voor ons fans. Ja. Maar Dragon Ball FighterZ is echt weer de glorieuze terugkomst. De review komt binnenkort online. Ik ga ook weer richting een 9, denk ik. Want het is echt fantastisch. Dus ik vind het echt fantastisch. Mooie conclusie zo. Ja. Ik weet niet wie mijn favoriet is. Favoriete character? Of favoriete game? Favoriete character. Had ik vroeger ook niet echt. Nee, niet echt. Maar ik vind Vegeta wel heel. Vegeta is wel vet. Hij is wel een beetje kneus, want hij loopt ook achter, maar... Ja, dat is waar. Misschien dat ik hem een keer oppak. Sowieso een goed idee. Ja.